Ben jij verbaasd, Marcel, over de snelheid waarmee je een plaats hebt veroverd en eigenlijk niet meer weg te denken bent uit dit elftal? Nou, dat wil ik niet zeggen, niet meer weg te denken. Maar ik merk aan mezelf in ieder geval dat ik, hoe meer wedstrijden ik speel, dat ik een beetje mijn oude niveau begin terug te krijgen. En dat is wel lekker, ja. Gaat het al even goed als je zelf nastreeft? Nee, het kan altijd beter. Alleen, ik denk dat de laatste wedstrijd, iedereen speelde wel een lekkere wedstrijd. Alleen voor mezelf was het wel belangrijk om te zien dat ik weer een beetje veel tweede ballen onderschepte. De jongens goed aanstuurde. Dus ja, zoals ik al zei, hoe meer wedstrijden, hoe beter het gaat. En ja, daarom ben ik blij dat we nog een aantal wedstrijden te spelen hebben. Je merkt dan echt dat je lang weinig gedaan hebt, neem ik aan. Ja, weinig wedstrijden gespeeld heb. Ja. Het woord wedstrijdritme is eigenlijk wel heel toepasselijk. Dus ik ben zeer blij dat ik gewoon weer wedstrijden kan spelen. Het kan toch bijna geen toeval zijn dat sinds jij erin staat en Rio die ook erg belangrijk is, hè, dat het toch een stuk beter gaat met deze club. Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Ik bedoel, wellicht was het zonder ons ook al de goede kant op gegaan, want het talent is er zat. Als ik de trainingen hier meemaak, dan denk ik van zoveel kwaliteit heb ik bij de clubs waarbij ik gespeeld heb nog niet gezien, zeg maar. Ik wil niet zeggen dat aan ons ligt. Alleen, misschien is het wel belangrijk dat er voorin iets aparts bij is gekomen. Want het is een heel goede voetballer, die jongen. En daar zal Feyenoord nog veel van profiteren, denk ik. Ja, maar jij moet ook de enorme opluchting gemerkt hebben na zondag. Toen er eindelijk eens echt heel goed werd gespeeld en er met ruime cijfers werd gewonnen. Ja, nee, klopt. Ik zeg al, wat ik in de kleedkamer ook met jongens over gehad heb. Als je tegen Den Haag met 0-2 voorkomt en je krijgt ook meer kans om het af te maken, dan had het allemaal nog leuker eruit kunnen zien. Alleen nu kwam het wel gewoon goed uit. We komen nog wel weliswaar eigenlijk in de problemen door die 2-1. Alleen ik denk dat niemand het gevoel had dat wij die wedstrijd uit handen zouden geven. En dat is belangrijk. Nog twee dingetjes. Ik vind, en veel volgers vinden, dat jij iets toevoegt aan dit elftal. Dan is er op maandagavond weer Voetbal International. Ja. En dan roepen ze die Mewes, miskoop, slaat helemaal nergens op. Kun je daarom lachen of raakt het je toch? Nou ja, ik moet hier ook zeggen, ik kijk het programma niet, maar ik hoor het natuurlijk wel. En bij mij gaat het deze oor in en de andere oor uit. Wat zal ik zeggen? Zij moeten de mensen vermaken. Er zijn meer mensen die daar regelmatig voor Jan met de korte achternaam worden gezet. Als zij daar voldoening uit halen, moeten ze dat lekker zelf weten. Het kan heel storend zijn, maar ik trek me er in ieder geval niks van aan. Gelukkig maar. Dan echt tenslotte, 7 maart 2010. Toen moet de Feyenoord de laatste uitzegen uit bij Roda. De bank kan gebroken worden, dat het net geen jaar duurt als jullie zondag winnen. Maar daar wachten een schone taak ligt daar op jullie te wachten. Hè? Ja, statistieken zeggen maar eigenlijk vrij weinig. Maar wij hebben gewoon een goed gevoel. En we hebben ook met z'n allen gezegd, we gaan voor die overwinning in Heerenveen. Dus het zou mooi zijn als het zondag kan. Nogmaals, statistieken zijn maar statistieken. En ze zijn er eigenlijk ook om verbroken te worden. Dus laten we dat zondag maar gaan doen.